Ik ben Merel. Ik heb toneelschool gedaan. Ik ben opgeleid als actrice en maak ook zelf werk. Ik wilde heel graag een voorstelling maken over wat het betekent om man te zijn. Omdat ik wel heel veel ervaring heb als vrouw in het leven. Ik vind het performen, het spelen van masculiniteit, misschien beter gezegd, heel interessant. En terwijl ik dat aan het maken was, kwam er gewoon steeds meer materiaal in wat deze voorstelling heeft opgeleverd. Dus het is niet per se dat ik koos van, dit is een onderwerp, grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp waar ik het over wil hebben. Maar het is iets wat ontstond doordat ik dit aan het maken was. En dat was eigenlijk omdat ik me afvroeg, oh ja, als ik zoveel problemen heb met wie ik zogenaamd moet zijn als vrouw, hoe is dat voor mannen? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Maar toen kwam ik toch weer terug bij mezelf. En dan tegelijkertijd natuurlijk de nuance. Ik bedoel, net zoals dat er niet één vrouw is, is er niet één man. Het zijn gewoon, die zitten aan de uiterste van de binaire lijn of zo. Maar we hebben allemaal emoties en een lijf en ervaringen, herinneringen, een geschiedenis, voorouders. Ik hoop mensen aan te spreken op zich uitspreken of mensen uit te nodigen om zich uit te spreken. Ik hoop dat mensen geconfronteerd worden met een realiteit die ze niet kenden, waar ze zich nog niet bewust van waren. En ik hoop andere mensen herkenning te geven van, oh ja, oké, dit heb ik ook allemaal ervaren. Ik ben samen met Milou van Duinhoven en Barnaby Savage Dance Space Destiny aan het oprichten. En dat is een dansstudio die bevindt zich in de Sloot van de Warme Winkel en Boeg en veel andere makers. En dat is een dansstudio waar we veel dansmakers, performancemakers willen uitnodigen om te komen experimenteren en maken.